Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Dit wordt geen lange video, het wordt eigenlijk een hele korte video, omdat ik jullie eigenlijk wat wil waarschuwen. Niet om bang te maken, maar gewoon... het is mijn taak om de dingen die ik ervaar, om die te delen, zodanig dat jullie er ook iets aan hebben. En daarom wil ik eigenlijk delen dat de energieën op dit moment heel zwaar voelen, collectief. En dat heeft te maken met een aantal planeetstanden die te maken hebben met Mars. Planeet van actie, ondernemer, ook oorlog. Planeet van transformatie, Pluto. Mercurius, die communicatie is. En dan zijn we natuurlijk met de donkere maan, of de nieuwe maan, die ook een rol speelt, waardoor dat we eigenlijk... hoe zou ik het formuleren op... op een soort van bom leven die elk moment kan gaan exploderen. En de bedoeling van de planeten die nu in deze conjunctie, in deze manier ten opzichte van elkaar staan, heeft te maken met dat we voor eens en voor altijd een aantal stukken kunnen afronden en komaf mee kunnen maken. Vandaar ook de donkere maan vrijdag, die dan eigenlijk echt een nieuwe start is in het volledige nieuwe. Het is niet zomaar ook weer toevallig op 1 november dat dat ook plaatsvindt. Dus vandaag en morgen, dus we zijn nu 30 oktober 2024 en morgen 31 oktober 2024. Let op met wat dat je doet. Let op met waar dat je emoties en jouw frustraties naartoe richt. Want 9 op de 10 is de zwaarte die je voelt en de frustraties die je ervaart niet van jou. Wees daar heel bewust van. Het is belangrijker om naar binnen te gaan, je dus soms eventueel af te zonderen als je voelt dat je niet volledig kan kanaliseren op de juiste manier. Maar gebruik de destructieve energie die er is onder leiding van Mars en Pluto om voor eens en voor altijd komaf te maken met bijvoorbeeld slechte gewoonten, met verslavingen, met patronen dat je vroeger altijd in verzeild geraakte en dus dat niet meer wil, maar op een andere manier wel gaan doen. En stel jezelf de vraag, in wie kan ik groeien door de energieën die er nu zijn in het collectief? En wie kan ik groeien? Wie wil ik worden? Welke versie van mezelf wil ik dan vanaf vrijdag, liefst nu al, gaan neerzetten? En ik schreef ook heel veel op met mijn bullet, maar ik had ook een aantal kaarten gelegd om te vragen van wat is er gaande? Maar ik kon niet onmiddellijk plaatsen wat er gaande was. En dus ik kreeg onmiddellijk de kaart Mercurius. En het element Spirit. Dus het heeft te maken met dat we nu even niet vooruit mogen gaan. Want de tijd is niet juist. Dus we moeten even nu daar blijven zitten in die oncomfortabele positie. Zodanig dan van daaruit dan de... mysterieuze dingen, de verborgen dingen, de wijsheid, de kennis, de inzichten, de schaduwen die er zitten, de pijn die er nog is, de frustratie dat er maar is, dat we nu naar boven kunnen laten komen. Dus van nu kregen we ook de kardinaalkaart, was als gewoon zo alleen is van ja, neem actie. Maar het is het start van een nieuw seizoen. En dat gaat dus over vrijdag. Dus het is belangrijk om, zoals een mama beheer, heel hard, want dat is ook de kaart van de beer, de mama weer, om heel hard voor jezelf te zorgen in dit moment. Om geen dingen te overhaasten. Om geen gesprekken aan te gaan waarvan je weet dat al wat gevoelig ligt. Maar dus om gewoon naar binnen te gaan. En gewoon dingen op een natuurlijke manier verder te laten evolueren. Als je dat niet doet, dan ga je gewoon nog veel meer storm gaan creëren, wat je eigenlijk niet wilt. Dus, het advies is... Het is een proces. Het is een proces waarin dat we verder stappen. En we zien dan misschien weer uiteindelijk dan de uil. De uil heeft te maken met wijsheid en de planeet Jupiter. Jupiter is de planeet van expansion, overvloed en zo verder. Dus, je bent gewaarschuwd. Dit is een heel belangrijk moment. Je kan heel veel dingen kapot maken. Je kan ook heel veel dingen, dus de energie, op een goede manier gaan gebruiken. En ik voel, met dat ik de boodschap gedeeld heb, dat de energie bij mij al helemaal aan het zakken is. Dat is nu eenmaal hoe dat mijn systeem werkt. Maar dus, mocht je nog niet gewoon zijn om te werken met universele vlammen,
dan nodig ik je uit om het programma Universele Vlammen te gaan gebruiken. Gebruik de frustraties en emoties die er zijn. Gebruik die om jezelf beter te gaan maken. En niet om dingen te gaan laten exploderen, bruggen op te blazen die je eigenlijk nog nodig had. Ik ga het hierbij laten. Heb je hulp nodig? Heb je, wil je inzichten in een bepaalde situatie via een channeling of een reading? Dan kan je die allemaal via de website gaan reserveren. Deze week is er ook korting. Als je het woordje liefde gebruikt, dan krijg je... ik dacht dat 8% korting was. Ik wilde nu niet... Sla me niet dood als het verkeerd is. Maar dus je krijgt sowieso korting op alles wat dat beschikbaar is op de website www.69vlam.be. www.vlam.be en op schoolvoorassentie.be. Dus daar kun je gewoon onmiddellijk terecht. Heb je vragen bijvoorbeeld rond het jaartraject spiritueel ondernemer of rond coachopleiding of wat dan ook, stuur me gerust je berichtje, je vraag via de contactpagina en dan kom ik zeker bij jou terug. Voilà, dat was het. Ik ga het hierbij laten. Ik ga naar mijn paard die hierheen gaan healen en mezelf weer gaan rejuvenaten, gaan verjongen, gaan opladen, zodat ik er weer kan staan voor jullie. Ik ben ook van plan om de komende weken per zodiacteken, maar dus de noordnood, van jou waar dat je noordnode is, daar volgens de zodiac video's over te maken, zodat je weet wat dat voor november je uitdaging is, je talent en je kracht en dan wat advies. Daar ben ik mee bezig en die komen dan ook de eerste komende dagen online. Naar gelang dat ik het voel. Dat was het. Ik ga het echt hier belaten. En tot in de volgende. Dag.